Jongens van Mark hier en we zijn hier weer terug met een nieuwe video. Ja, we gaan vandaag aan Crash Bandicoot begonnen. Ik heb deze al eerder op video gedaan, maar het probleem op PS4 was, ik kon het niet met de cam opnemen. Nu kan het dus wel, op de PlayStation, dus ga lekker beginnen. Ik heb op PS4 op modern gedaan, hier gaan we retro doen. Dus, you have limited lives, run out, and you must restart the level. Ja, dat weten we. Dus dat gaan we ook doen. Ik ga heel veel de muziek wat zachter zetten nog, voor we gaan beginnen. Ja, prima. Mooi, dan is dat ook gedaan. En gaan we met de game starten. Dus, zien jullie bij de eerste wereld. En daar zijn we dan bij de eerste wereld. Filmpje gaat beginnen. Crash Bandicoot. At last, I, the great Neo Cortex, have you right where I want you. And now, the final blow! Hush, simpleton. Face it, Entropy. It's going to fail. Again! At least Uka Uka and I attempt to free us from this prison. I won't sit idly by and listen to your inane ramblings for another decade! Is he dead? Leave him. He served his purpose. A great power has awoken. Crash, I fear it portends an event of reality-shattering proportions. I feel it emanating from Insanity Peak. Quickly, we must go! Crash! 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 Nou, dat ging al lekker de eerste. Laten we weer naar het eerste level. En even kijken, ja. Weer, mooi. Hey, Spyro is hier zelfs nog bijgekomen. Even kijken, wat was dit ook weer? 1, 2, 3, 4. Oké, nice. Nou, snel beginnen. Even kijken. Ja, het is weer wat. Crash Bandicoot, wat een oud spel. Ik speelde een keer met een Xbox controller. Omdat Xbox voor mij even iets handiger is nu op PC. Zo. Hartje opwakken. Oh, wat Rolling Stones. Dit is, kom er bekend voor, jongens. Uit de vorige games. Ja, ik heb hem al gespeeld. Vandaar. Hup, wegwezen. Hier niet draaien. Wegwezen. Als je gaat draaien bij TNT, dan ontplof je. Crash! Quickly, we must go! Oké, ja, goed. Heel eventjes mijn dingetje pakken, jongens. En wat ik wel wil gaan doen, misschien is de ondertiteling uitzetten. Nou, ligt eraan wat jullie willen. Ah, thank god. Kakspinnen. Echt, kakspinnen. Oh, wacht. Dat was een TNT. Uit van mij. En ik ben dood voor de eerste keer. Dat was een leven. Kost me mijn leven. Nou, echt wel even erbij, want ik had zo te zien 99 appels. Als je 99 appels hebt, dan krijg je extra leventje. Auw, kakspin. Nou, moet je kijken. Dat ziet er niet goed uit, jongens.
Okay. Oh. Ooh. Een leventje van mij of een gym? Geen idee wat het was. Oh, niet erbij. En niet met bezig gaan rollen, jongens. Auw. Dat deed zeer, jongens. Dat deed zeer. Dat deed echt zeer, jongens. Checkpoint. Nice. En we hebben ook een bonusrondje. Bonusrondes die zijn hier een stuk moeilijker dan de normale, maar je verliest geen levens. Inderdaad. Even. En 8. Mooi. Prima, prima, prima. Nice, 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 hoor. Oh, en het is ook zo, als je 3 monsters hebt, heb je even onbeperkt. Wat was het? Onbeperkt levens. Oh, checkpointje. Nou, lekker dit. Wacht, dan moet ik de kisten nog hebben. Oh, die hebben we. Mooi. Oh, als ik alle kisten heb, dan heb ik een soort van kleine bonus. Dan denk ik het even snel. Nou ja, het is gelukt. De eerste level is altijd wel makkelijk hoor. Maar de levels daarna die worden vaak moeilijker, jongens. Dat niks hoor. Mooi. Kap eens even met die pest gooien, jongens. Is niet zo leuk. Eén, twee, drie. Serieus, waarom nou weer? Precies die ene doos, hè? Die ene doos. Ah, die haal ik wel een keertje in de volgende video. Ik heb geen zin om nu helemaal terug te gaan voor één zo'n doos. Ah, haat wordt dat. Nou, level 1 to complete. Ja, en al dozen die... Klopt. Oh ja, die heb ik gemist. Ik weet niet precies waar, maar oké. Okay. Time trial unlocked. Die fixen we nog wel een keer, want anders had ik een kippenkostuum. Nou, prima. Zijn we hier bij de tweede wereld. De tweede wereld hebben we gevonden. 6 levens nu. Oh. Nice. Ga mij niet slaan. Oh, bok jij. Wegwezen hem maar. Oh. Flyden. Oeh, dat was een TNT. Oeh. Lekker weg, Turk. TNT. Oh.
Hoi, kijk. Nou, gooi dat ding open, ratje. Dan zitten we goed hier. Oh ja, we laten die Lolo. Auw. Hij sloeg me. Oké, nou. Bonuslevelje, jongens. Bonuslevelje. Dus dan gaan we daar ook even gelijk doorheen. 12 dozen. En deze hebben we ook. Deze hebben we ook. Oh, mooi. One gem. Check. Eén gem, check. Daar verlaat die Lolo. Blunder! Van mezelf. Wacht even. Mooi, we hebben ze allemaal. Nou, Lani Lolo, hier kom ik dan. Oké. Oh. Dat is niet zin. Oh. Ja, hij heeft een snavel. Dat is mijn feest. Is dat niet slim? Auw. Wegwezen! Oké, nummer eentje hebben we. Oeh. Nou, nummer twee. Nummer twee. Oh. Ben je ook binnen? Ja, twee ook binnen. Wacht op drie. En weer. Oh. Ik haat achtervolgende levels. Mooi. Oh. Oh, we hebben hem wel. Nice. Oh. Nou, dat was wel het volgende leveltje. Mooi. Klaar. Level complete. En we hebben Alpha Dayden Gem niet. Nou, prima. Is goed. Is goed. Nou. No way. Jammer. Hij moet maar. Oh! En in de blubber, op mijn snavel. Op mijn staat er weer. Get him off. Ash, who is that? Lani Loli? If the quantum mast had returned. Yeah. Hey, Aku, how's it going? Is that the quantum rift? Oh, god, hyperventilatie. There appears to be a door between dimensions. Yes, the kind we keep shut.
We have to go through. Find my siblings and fix this before some putz with a big evil plan and a bigger ego does something monumentally stupid. Moeten we eens op de coin krabben. Uka Uka unknowingly paved the way for our bright future. Yep. Once my rift generator is complete, dominion over all of time and space will be within our grasp. Engine Embryo, you had some little projects you wanted to tell me about? Master, my mechanical marvel will hypnotize you and I. And my potion will make me and them unstoppable. Also. Right, you're fine, sure. Have fun with your ray guns or whatever. Hasten your steps. By my calculations, our enemies are already moving against us. And we will prevail. Okay. Mooi. Nou jongens, dat was het dan voor de eerste wereld waar we doorheen moesten komen. We gaan weer verder ermee. Dimensional map is dit. En dan, nu zien jullie dat we al in de volgende level gaan, eiland. Dit was een klein beginleveltje. En dat is het volgende level, Les Island. Daar hebben we dan een nieuw masker waar we gaan beginnen. Mensen, super dank voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Voor jou vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Ik zal nog even de skins laten zien. En die had ik denk ik nog niet. Beat the game. Hey, bare bones, ja. Leuk, die zet ik erin. Mooi, ik ben een beetje wel van de botte dingen. Die kreeg ik van mij door de pre-order. Nou ja, prima. Is goed. Mensen, super dank voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Later! We'll be right back.